hele goede morgen. Of goede middag alweer. Ik heb er een hele ochtend op zitten. Ik ben vandaag best wel vroeg opgestaan. Ik heb een beetje het huis opgeruimd. De vaat gedaan. Ik heb gedoucht. Me omgekleed. Ik ben al begonnen met koken. Ik heb daar lam in de pan. Nee, niet doen. Ik ben lam aan het stoven. Zodat we op tijd... Oeh, nee! Dat is dienaar dus. Echt irritant. Ik ben even... Nee! Kom dan. Kom dan. Als je aandacht wil, moet je ook gewoon komen. Kom. Ik ben dus lam aan het stoven. Zodat ik en Nessim straks nog even lekker samen kunnen eten. Voordat ik naar mijn afspraak ga vanavond. Heb je nou zoveel aandacht of niet? In ieder geval, mijn haar ziet er zo uit. Omdat ik het dus gisteren heel lang vast had. En terwijl het nog nat was. Dus het is opeens zo. Ik heb opeens een heel ander soort haar. Ik ga helemaal stuk. En ik heb mezelf een beetje anders opgemaakt vandaag. Omdat ik zit volgens mij gisteren al in de vlog. Ik had dus een... Kylie kwam dus live met Ariel. Of Ariel, haar make-up artiest. En die ging haar opmaken. En ik was echt helemaal obsessief met hoe hij haar opmaakte. Dat ik het een soort van heb nagedaan. Maar ik had nog niet alles wat hij heeft gebruikt. Maar dat krijg ik binnenkort binnen van Kylie Cosmetics. En dan ga ik gewoon een hele tutorial voor jullie opnemen. Ik ben trouwens zo blij met mijn nepwimpers. Echt super mooi gedaan. Heel natuurlijk. En met mijn kaaklijn. Ik heb nog nooit zo'n kaaklijn gehad. Oké, ja, toen ik heel erg dun was. Maar dit heb ik echt nog nooit gehad. Ik ben echt zo blij hiermee. Ja. Ik ben ook echt super blij met mijn nieuwe oorbellen. Ze zien er echt zo cute uit. Even weer wat anders. Ik ga nu denk ik weer verder met koken. De lam zit hier denk ik al een uur in of zo op een heel zacht vuurtje. En ik heb het heerlijk gekruid. Het moet echt lekker mals worden. Ik ga nu dus een overschotel maken met het volgende. Aubergine, uitjes, tomaat, tomatenpuree en heel veel kruiden. Ik wil in de vlog. Hallo, goedemorgen. Dit is Nessim. Goedemorgen, het is al 4 uur. Het is wel mijn goedemorgen van mijn vlog. Oké, ik wil in de vlog. Ik heb het lopen editen en mijn vlog komt gelukkig vandaag op tijd online. Want ik heb het, oh ja, heb ik niet verteld. Ik heb het in de ochtend ook lopen editen. Mijn vlog komt vandaag op tijd online. Alleen onze video is echt te lang om te editen. Welke? Die kook? Ja. Waarom te lang dan? Ja, zoveel gedoe en weet ik veel. Jij kan het beter. Ik vind dat jij... Moet ik hem editen? Ja, alsjeblieft. Heb je die beelden van mij? Ja, maar volgens mij staat hij hier op deze kaart ook. En ook een gedeelte op een andere kaart. Die andere wat krijg ik dan terug als ik hem edit voor jou? Wat wil je dan? Wat wil je dan? Dat zal ik vragen. Ik heb al lam speciaal voor jou gemaakt vandaag. Ja, je hoort toch sowieso te koken? Hoe bedoel je dat vrouw moet koken? Ja, jij gaat zoveel haat krijgen. Wie denk je wel niet dat je bent? Nee, maar dat is ook bedoel ik het niet. Mensen zeggen al in mijn comments dat je echt heel weinig uitvoert in huis. Ja, sorry hoor, maar ik ben elke dag mijn rug aan het breken daarbuiten om huur te betalen hier. Wat ben je aan het doen dan? Ja, ik ben aan het werk. Wat ben je aan het doen dan? Nee, lieve vrouwelijke kijkers, ik bedoelde het niet zo hoor, dat mijn vrouw moet koken. Maar ja, dat moet wel gegeten worden, dus ja, ik kan niet koken. Wie moet het dan doen? let niet op hem, hij lult te veel. Jongens, even een update. Plannen zijn gewijzigd. Ik moest mijn afspraak afzeggen. Ik zal eigenlijk vandaag naar de kapper gaan. Ik zal weer even naar Dina gaan. Maar ik red dat gewoon echt niet. En Nessie wil vandaag naar België gaan. Dus plannen zijn gewijzigd voor nu. Ik ga nu lekker rustig koken. Daar heb ik dan wel alle tijd voor. Om me niet te haasten. En dan... Oh, dat is eigenlijk zo lekker. Lekker hoor, Dinari. Lekkere Dinari. Dus dat ja. Zo, de lam is bijna klaar. Dus proberen voordat ik naar België ga om minimaal 2 video's te editen. Anders red ik het niet meer op het schema. Want ik ga dan vannacht slapen en dan kom ik morgen pas laat terug. Dus dan moet ik wel even vooruit werken. Daarom red ik het dus eigenlijk helemaal niet om naar de kapper te gaan helaas. Maar ik heb nu wel genoeg tijd om te koken. Zo, dit is het bordje van Nessim. En Nessim eet tegenwoordig geen normale rijst meer. Alleen nog een zilvervliesrijst. Ik vind het persoonlijk echt veel minder lekker. En het ziet er ook veel minder lekker uit. Maar goed, hij is lekker aan het trainen. Het is jouw bord, Nes. Verder heb ik gewoon een slaatje erbij. En aubergine uit de oven voor mij. Ik ga dit eten met lam. En het is mijn eten. Het ziet er natuurlijk iets minder lekker uit. Want de combinatie klopt niet helemaal. Maar ik heb salade, aubergine en lekker lam.
En Nesmi is echt lekker eten. Mijn bord ziet er altijd goed uit. Dina lag hier al en Nesmi ging over haar heen en liggen gewoon. Zegt tegen haar, Dina, ga weg. Oh. Nee, oh, dat vond ik echt zielig. Sorry. Zo, wij hebben de wasjes gesorteerd, zodat als we terugkomen van België we meteen aan de wasjes kunnen starten. Ik ga nu mijn schoenen aan en dan gaan we vertrekken. Ik heb zoals altijd een geweldige outfit aan voor naar België in de auto. My pyjama en we moeten nog naar de Albertijn. Dus ik moet in mijn pyjama naar de Albertijn. Heb je dit wel eens gedaan? Met jullie pyjama naar de Albertijn gaan? Ik heb het vroeger heel vaak gedaan toen ik nog in Rotterdam West woonde. Samen met Honi. Oh, wij zijn net vertrokken. Allebei in onze lekkere relax outfits. Wij gaan zo even naar de Albertijn, want ik moet nog aardbeien halen. Voor onderweg. Pure chocola. Onderweg. En om daar te overleven. Je moet je riem onder. Wil ik zeggen? Mijn camera was gebleurd. Nesmi heeft dus een bepaalde gezicht als hij dus schrikt. Ik had net dus mijn tas naar achter zeg maar, gedragen. En hij zegt mijn tas niet meer. En hij dacht dat we hem in de lift hadden achtergelaten. Doe één keer hoe jij kijkt als jij geschrokken bent. Ik weet niet hoe ik kijk. Waarom ga je lippen altijd zo? Dat is echt mijn lievelingsgezicht. Dat heeft hij de afgelopen 2 weken, ik vind het echt al zo 4 keer gedaan. Gewoon 1 keer omdat ik bijna flikkerde. Toen keek hij zo naar achter. Ik ben gewoon heel bezorgd om jou. Ik wil gewoon niet dat jij pijn hebt. Oh. Nou ja, kom, vertrekken. Kom, we gaan naar de Alpini. We gaan weer op avontuur, jongens. Keto, keto, keto. We zijn even gestopt bij de tankstation. En we hebben toen samen een frikandel speciaal gegeten. Dat was echt super lekker. En hartstikke keto. Ik heb verder een koffietje gehaald voor onderweg. Nou ja, je ziet het nou even niet. En we hebben lekker pure chocola en aardbeidjes. En Nesim heeft een ijs. Aardbeidsorbet. En ik heb hem overgehaald, want hij gaat altijd klagen tegen mij later van ja, je hebt niet tegen mij gezegd dat ik het niet moet nemen. Dat hij gewoon in plaats van een normale ijs, sorbet ijs moet nemen. Dat scheelt tenminste in calorieën. Hè Nes, is het lekker? Ja, heerlijk. Wij zijn trouwens aangekomen in België. Tegen mijn camera, what the fuck? Tegen wie moet ik anders praten? Shit, kruisje te laat. Donkere hol, maar wie moet praten? En mijn vlog zit online, yay! Inmiddels bij mijn schoonouders en Nesim is lekker snackjes aan het eten. Ben je al heel de tijd aan het vreten in jouw vlog? Maar echt, net ook al in die andere vlog hebben we gekeken. Hij zat alleen met vreten. Want ik wou zeggen, in mijn vorige vlog had ik het erover van hoe heet nou Noga, of Noga, Noga, hoe zeg je dat? In het Turks. En toen zei mijn moeder, mijn schoonmoeder, zei Lokum. Maar dat zijn die gekleurde, zeg maar, niet die witte. Maar dat woord zocht ik gewoon de hele tijd, Lokum. Ja, baba, moet! Hij heeft pittige snacks gekregen, ik ga helemaal stuk. Hey, yo. En kijk deze vriend dan. Kijk, Janu. Hi. Hallo. Hoe ben jij vrolijk vandaag, hè? Oh. Altijd als we hier zijn, krijgt Nesim een massage. Nou, amor. Let op. Zo, heftig. Oh, jouw rug komt tevoorschijn. Oh, lekker hoor, Nes. Goed ja. Ze bent helemaal rood geworden. Oh. Het doet zo pijn. Het is inmiddels zo'n 1:30 in de nacht. En wij gaan een soort van ontbijt hebben. Ik en Nesim beslist. Leuk hoor. Het is nu laat. 2 uur. We willen lopen, zingen en dansen. Ik ga helemaal stuk. Kom weer. Een grote karaoke bar. Nu ben ik ook echt klaar wakker. Zo, mijn gezicht is gereinigd en wij zijn terug. Mijn gezicht is ook gereinigd. Ik heb gewoon nachtcrème opgedaan.
Ik zit altijd bij vader te pesten. Wat doe je dan? Ik zit altijd bij zijn voornaam te roepen. Dat is onbeschoft. Ja, maar dat vind ik grappig. Ik heb het helemaal pissig op jou. In ieder geval, ik ga bij deze de vlog. Nee, we gaan de vlog nog niet afsluiten. Wat ga je doen dan? Ik wil nog iets zeggen. Nou. Lieve mensen, ik wil even iets mededelen. En misschien gaat Miriam eruit knippen als ze fake is. Maar Miriam heeft mijn tepels beschadigd. Hij heeft gewoon een korstje om zijn en het tepels. Doet gewoon pijn. En ze ja, mag het nooit meer doen. Ik stop er wel mee. Zeg maar sorry. En het enige wat ik ga doen is een beetje aaien. Soms. Nee, je mag het niet meer aanzetten. Hij heeft een beetje een korstje tegen rondom zijn tepel. Dat vind ik wel echt heel ernstig. Ja, gewoon sorry zeggen. En weet je wat je eigenlijk ook moet doen in deze vlog? Wat dan? Je moet eigenlijk nu je liefde... Ja, dat vind moest ik wel gemakkelijk. Ja, maar dat moest ik vorige keer ook doen, dus dan moet je het nu ook doen. Oké. Je liefde aan mij verklaren. Liefde aan jou verklaren. Ja. Even eerst positieve energie zo. Ja. Oké. Jij betekent... Waarom kijk je niet in de camera? Schaam jij je? Ik schaam me. Oké, ja. Jij betekent meer dan de wereld van mij. En als ik jou niet zou hebben... Ja. Dan zou ik nooit gelukkig zijn in mijn leven. Dat is zo schattig. Nee, ik kan niet leven zonder jou. Zo lief. Dat was het. Bella, doe maar weg. Love you, kusje. Love you. Nou, dat was mijn vlog alweer. Een hele positieve einde. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie jullie morgen weer. Doei.